Kijk, ik ben gewoon heel erg dankbaar. Anders was ik er niet geweest. En dat is onder andere te danken aan Dirk Jaarsma. Hij bedacht zich geen moment toen een auto met caravan bij Langerijs te water raakte. Samen met vier anderen schoot hij te hulp. Ik zag de auto hangen. Ik liep om. Ik lag mijn telefoon hier neer. Ik zakte af. En ik twijfelde geen moment en ben hier te water gegaan. Terwijl de auto nog vlak boven het water hangt, gebeurt het ergste wat je je in kan denken. Ja, dat is vreselijk. Dan denk je, godverdikke, wat komt er nu weer? Want hij was in één keer weg. Ja. Hij zonk in één keer naar de bodem. Met veel moeite weten ze de inzittende uit de auto te halen. Nel de Pre kan het bizarre ongeluk nog navertellen. Haar vriend Ruud overlijdt later in het ziekenhuis. Nu, ruim een jaar later, ontmoet ze een van haar redders. Goeiedag. Goeiedag. Kom maar verder. Ik ben al heel blij dat ze er zijn en dat ik ze kan bedanken. Kijk, want het is zo'n heftige tijd geweest. Kijk, je hebt geen adressen, je kon geen bloemen sturen. Naar wie moet je bloemen sturen? Je gaat weer een jaar terug. Je ziet al die beelden weer voor je. En als ik dat van mijn vrouw hoor, wat voor verdere impact dat allemaal nog heb. En dan ja, dat is wel heftig hoor. Morgen worden Dirk en vier anderen in het zonnetje gezet. Ze krijgen van de gemeente een onderscheiding voor hun heldendaad. Ja, trots. Dat is geweldig natuurlijk. Ik vind het wel waardering. Ik zou het elk moment weer doen. Ik heb er helemaal niet bij nagedacht. Ik ging zo te water en kijken of ik hulp kon bieden.